Start vrij. Vijfde koers is de Prix Anema. En dat is een Mainwise As Challenge zonderpaard nummer 10. Die is helaas ziek. Maar 13 zijn fit en gezond. En die gaan op dit moment achter de startauto. Favoriet is de nummer 13. Dat is Baikal de Mortre met Rick Ebbingen. Op 100 meter van het startpunt. De start is gevallen. Het is een koers voor de beginnersklasse, dan springen er nog wel eens paarden zou je denken, maar er is helemaal geen sprake van. Spirit Scott die is als eerste bij de bocht. Spirit Scott, aan de buitenkant is het Everyday. En daarachter gaat nu terug naar binnen de nummer 4 en dat is... Evita Everlove. Zo gaan de paarden de bocht door. Wie gaat er dan helemaal door het derde spoor naar voren? Dat is onze Belgische gast. Dat is paard nummer 6. Dat is Babette de Roumois. Babette de Roumois in het derde spoor op jacht naar de leider. En daarachter gaat Vals de Star van de benen. Vals de Star ging mee in het derde spoor. Maar moet nu weer opnieuw aanzetten. Ligt nu aan de start. Uitgeschakeld nummer 8. Nummer 8 galop. De 8 is eruit, die had minder geluk, die had een iets langere fout. Vals de Star is er nog bij, ligt aan de start, maar dat wordt een hele klus. En zeker als er vooraan gas gegeven wordt door Nico Rip, want dat doet hij. Nico Rip gaat op weg naar de volgende bocht als leider met Spirit Scott. Paard dat in de kwalificatie de nodige moeite had om de ijs te halen, maar de laatste keer ging die toch heel makkelijk 20. Daarvoor in Groningen was het stuk lastiger, maar dat paard was duidelijk verbeterd. Eens kijken of hij dat ook in die tweede ronde straks vol kan houden. Voorlopig heeft hij ze even allemaal op apengapen liggen, want niemand komt echt bij hem in de buurt. Plaats 2 daarachter is voor Everyday. En daarachter... Uitgeschakeld, nummer 7 galop. Tweede galoppade van Vals de Star, die is eruit. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune. Uitgeschakeld, nummer 6 onregelmatig. Nu begint Eiptel op dreef te komen. Dat is nou net de man die niet op dreef moet komen, want dat is een comité-lid. En als die het hoogste woord hebben, dan gaat er iets niet goed. Door het derde spoor gaat nu de favoriet naar voren, Baikal de Mortre. En die komt uit op plaats 3 naast Budweiser DF. En de nieuwe leider heet Everyday. Everyday in de kleuren van Casper Velding. Daar komt aan de buitenzijde die nummer 13 aan. De laatste keer op Duin ligt al alles 3 dik. En nu ligt hij al heel snel in de buurt van de leider met Rick Ebbingen. En die wil hij eigenlijk ook wel in één rush voorbij. Maar Tesselaar gaat mee aan de binnenzijde. Everyday aan de buitenzijde Baikal de Mortre. Daarachter volgt Budweiser DF met aan de buitenzijde daarnaast dan het nummer 5. En het nummer 5 is van Century Speed. Hadden we nog niet genoemd, maar ligt wel in de kopgroep. En dat geldt ook voor de deelnemer die daar vlak achter ligt. En dat is zo, daar gaat hij van de benen, Century Speed. Century Speed springt weg. Uitgeschakeld, nummer 5 galop. En zo Nieuwpoort met Jesse ter Borch die aankomt sluiten de kopgroep. En zo gaan ze de bocht door. En halverwege de laatste bocht. Nu een klein voordeel voor Baikal de Mortre. Baikal de Mortre aan de buitenzijde. Aan de binnenzijde nog altijd Everyday. Daarachter volgt dan Budweiser DF. En daarachter Enzo Nieuwpoort. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. En het lijkt erop alsof Ebbingen weer een overwinning gaat pakken. Uitgeschakeld. Nummer 9 galop. De enige die dat nog kan voorkomen is Budweiser DF binnendoor. Maar dan zal hij toch echt vleugels moeten gaan krijgen. Die krijgt hij niet. Daar staan paarden ook niet onbekend. Het is de 13 die gaat winnen. De 13, de 12, dan de 3 en dan de 4 voorlopig.